Dit wordt nieuwsuitzending 124. En het is een overzicht van alles wat ik tot nu toe op YouTube heb neergezet onder nieuws. Even al mijn video's. We gaan er even doorheen bladeren. Er zit echt hele leuke tussen. Ik zit nog steeds mee te liften op de wifi van mijn benedenbuurvrouw. En die moet zij dan regelmatig herstarten. Waarschijnlijk omdat ik er ook op zit mee te blazen. Het ding raakt dan overladen. Maar goed, even bovenaan beginnen. Dit is nieuws 123. Hierin bespreek ik nieuws. Dit is nieuws 122 en dan bespreek ik ook nieuws. En dit is nieuws 121, bespreek ik ook nieuws. En dit is nieuws 120 en bespreek ik ook nieuws. Dat is echt nieuws. Deze zijn heel leuk. Dat is met Jörg Glissmann. Dat is een Hamburger, een Deutscher. Dat is een bijbelgelovende christen. En we kunnen heerlijk met elkaar babbelen. En wat, wat je hier bij nieuwsuitzending 119 ziet, dat is best grappig, is dat ik namelijk 118, die had ik dus, die staat hieronder, hè? En die is dan, kijk, dit is een beetje rommelig, maar goed, die 118, dat was de officiële uitzending. Maar Jörg Glissmann, die is zo eerlijk als een glas water. Die heeft ook een audio recording altijd aanstaan. En hij laat hem dan doorlopen. Dus 119 is eigenlijk wel leuk, want dan hoor je gewoon hoe Jörg Glissmann en ik gewoon freewheelen. Een beetje, we zijn er eigenlijk doorheen. De uitzending is voorbij. Nou, dit is dan een Gelderlander gestolen. Daar heeft Jörg Glissmann een pittig commentaartje op geschreven. Je mag namelijk niet stelen. Maar dat heb ik dan later weer goed gezet. Kijk wel. Hier heb ik dat gerectificeerd. Uitgelegd. Ja, dit is een andere vriend van mij. Die heet Marco Robinson. En hij treedt dan op onder de naam Professor Dr. Marco Robinson. Dat is een artiestennaam. En Marco Robinson is absoluut geen christen. Hij is zelfs heel kritisch op geloof. En van huis uit is die katholiek. Maar dat maakt mij verder niks uit. En met hem kan ik heerlijk weg babbelen. En dan hebben we het gewoon ook over leuke dingen. En hier is weer Jörg Glissmann komt in beeld. Heb ik een aantal dingen gehad. Dus deze eerste zijn erg goed hoor. Ze zijn allemaal erg goed. Jörg Glissmann laat ik zoveel mogelijk aan het woord. Want ik ben hem aan het interviewen. En wat hij weet van de Bijbel, dat is geen kattenpis, om het maar op zijn Nederlands te zeggen. Hier hebben we mijn gezeur over de zaak Marianne Vaatstra. En daar komen ze dadelijk nog wel op terug, want daar is het wel allemaal mee begonnen. En dit is dan wat Wim Dankbaar erover zegt. Ik zou er gewoon echt gewoon naar luisteren, dan weet je tenminste wat mijn mening is. Want het was niet leuk, namelijk. Hè, met dat gedoe met Marianne Vaatstra. Het waren niet de mooiste zaterdagochtendkranten die je maar kan voorstellen. Nou, dit is een hele korte, die duurt maar een kwartiertje. Dan zit ik over Donald Trump. Ja, daar moet je er toch wat over zeggen. Dit is mijn band. Dit is van de opname in de repetitiehok. Ook leuk. Meer voor de entertainment en voor onze dingen. Dit is weer een leuke nieuwsbespreking met professor Dr. Robinson. En dan dit. Hier staat Marianne Vaatstra, de laatste. Ja, dat klopt dus niet. Want hier staat het ook weer. Ja. Maar in principe kan je zeggen, dit gaat over Wim Dankbaar. En dit was dan de laatste over Marianne Vaatstra. Maar dat wordt nog veel erger. Terug. We hebben het over 206 opnames. Dat is belachelijk, man. Dit is een hele leuke. Die is wel ongelooflijk lang. Die duurt. Ik had geluid. Kan ik wel even downen?
Een hele lange uitzending. En daarin bespreek ik. Dit is het Beekdal Lyceum. Dat is het middelbare onderwijs, een HAVO, waar mijn dochter op heeft gezeten. Ze hebben ook VWO daar, maar mijn dochter zat op de HAVO. En dan heb je hier, waar ik nu even met mijn pijltje, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Hier heb je dus een vrijmetselarij tempel. Daar ben ik dus ook geweest. Heb ik toch echt wel iets van 3 of 4 jenever weggetankt. Want die vrijmetselaars zijn ook niet gek. Die snappen wel dat ik een borrel lust. Ja, daar heb ik heel mooi samen verbonden. Met hoe dat in elkaar zit. Echt heel leuk. Hij zei alleen ontzettend lang dus. Ja, dan moet je misschien wel een goede cookie aan hebben staan. Dan kan je gewoon een half uurtje kijken. En dan ga je daarna weer naar de rest kijken. Waar zijn we gebleven? Is Beekdal? Oh, en dit is erg. Dit is mijn meest verschrikkelijke werk. En dat gaat over de dagboeken van Anne Frank. Heb ik die nou ingescand of heb ik dat eigenlijk gedaan? Ja, is ingescand. Ja, dat is allemaal letterlijk. Je kan mijn aantekeningen hierboven zien. Is dat de NL? Dat is een erg correcte analyse van een verschrikkelijke belediging van het Joodse volk. En daar zouden die mensen een keer van mogen afrekenen. En dan gaan we allemaal Hava Nagila Hava zingen. En dan krijgen we dan een kosher maaltje van de Joden. Want die kunnen dat tegen die tijd wel betalen als ze die schadevergoeding binnen hebben van deze viespeuken. Dat bedoel ik natuurlijk satirisch, hè? Ik bedoel het allemaal niet echt. Maar het is wel zo. Nou, hier kan je zien mijn studio. Zo ziet hij eruit. Dus, ik heb een. Dit is een Behringer microfoon. Die heb ik gekocht in een pandjeswinkel. Daar hangt een kilo zilver. En dit is mijn ADC-converter. En die gaat dan via heel ingewikkeld met allemaal verloopdingetjes. Het slaat helemaal nergens op. Dit is FireWire. Dit is een mini FireWire. En dit is een converter van mini FireWire naar... Hoe heet het ook alweer tegenwoordig? Thunderbolt of zo. Het is een wonder dat het nog werkt. Maar hij doet het nog. En tot die tijd lullen we lekker door. En anders dan kopen we alweer een nieuwe. Of ik krijg er eentje van iemand. Lukt altijd wel. Dit was dus het Beekdal Lyceum, waar ik lekker over heb lopen zeuren. Jurk Liesman, zie je dat hij goed in beeld is. Over Anne Frank. Dus dit is de laatste van Anne Frank. En dan heb je dus hier de voorafgaande. Dus de 3, 2 en 1. Dit is een heel leuk verhaal over de katholische kirche. Dit is een prachtige lezing van Jurk Gliesman over Daniël hoofdstuk 9. En Daniël is een hoofdstuk uit het Oude Testament. Dit is volgens mij een van mijn eerste. Ja, dit is de eerste met Jurk Gliesman. En dan hebben we het over Eric John Phelps en Lorenzo Ricci. Ontzettend goede geschiedenislessen. Gewoon zo aan beginnen, man. Leer nog wat. Dat is mijn eerste gesprek met Jurk Liesman. Dit is een privé ding over psychopathie. Want ik ben in 1998 tegen een vrouw aangelopen. Of zij liep tegen mij aan. En die heeft een dissociatieve identiteitsstoornis. En ik ben zo verstandig geweest om ook haar zwanger te maken. Nou, dat is het meest geniale idee geweest uit mijn leven. Want ik heb namelijk een prachtig kind. Daar heb je het ook wel mee gehad.
Hieronder ook zie dat ik al 13 views heb. Dit is het voorlezen van een boek wat mijn dochter nooit wilde horen. En daar heb ik ook minnetjes op gekregen. Zo kreeg ik echt een commentaar gehad van iemand die zei van ik zit hier niet op te wachten. Nou, dit zijn dan weer bandrepetities. Hier wordt het ook weer heel erg interessant. Moet je kijken. Dit is nieuwsuitzending 097. En dat gaat over een bespreking van de CTIVD. En die bespreking is bespreking nummer 13. Dit zijn diepteanalyses. En vooral heel erg interessant voor mensen die zich willen verdiepen in taal. Wat is taal en wat is waarheid? En hoe weet je wanneer iemand liegt? Dat is hele handige informatie. Dus als je dat snapt, hoe de leugenaar ligt, dat kan je morgenochtend gaan toepassen als je naar je lullige of je kutbaantje moet gaan. Of je moet wat anders doen. Maar het barst in Nederland van de leugenaars. En in deze video's leg ik uit hoe die leugenaars, ja, hoe ze dat vertalen. Kost je wel even tijd, want ik heb hier dus, dit is een rapport, even kijken, het ziet er zo uit. Zo ziet het rapport eruit. En dit is een totale ongelofelijke, slechte rookgordijn en spiegels. Rook en spiegels, zeg je meestal. Erg goede video, erg goede analyse. Ik ben er bijzonder tevreden over. Maar mijn magnus opus komt er nog aan. Dit gaat dus over de MH17. Oh, dit is wel een repetitie gewoon. Ja, zo ziet het eruit. Laat ik het even laten zien, dat maakt het eruit. Kun je zien hoe de repetitieruimte eruit ziet. Zo ziet het eruit. Daar links, dat met die lange haren hier. Hè? Lijkt wel een Marokkaan. Maar dat ben ik dus. En die, dat is onze bassist. En dat is onze bouwvakker. Die loopt de hele dag door te mappen met zijn hamer. En dan s'avonds, dan gaat hij met ons in zijn vrije tijd nog even doormappen. En dan hier rechts, buiten beeld, daar zit de leadgitarist. Kan je dat nog even zo zien, toch? Op het laatst komt hij nog even in beeld, dacht ik. Nee, niet echt. Nee, ik krijg hem niet in beeld. Maar hier rechts zit Gert. Gert van Santen. En wij worden echt steeds professioneler. Maar zo ziet het er dus uit bij onze repetities. Maar dan terug, ja, dit is een hele leuke. Dit is Mira van Talk to Mira. Dat is een ontzettend leuk gesprek. Moet je gewoon maar naar luisteren. Ik ben bij Mira op bezoek geweest. Dat mocht. En ze heeft twee ontzettend leuke kinderen. Die had ik ook al eerder gezien. En ik was daar samen met Henry. Erg leuk. We hadden een cadeautje meegenomen. Hebben we toen pizza gegeten. Was wel lekker. Leuk gekletst met de kinderen. En ik kan iedereen adviseren. Ik zal even openklikkeren. Kijk, dit is dus die website. Talk to Mira. Ze is ermee gekapt. Dat is niet zo heel grappig natuurlijk. En dat kan je allemaal beluisteren waarom dat is. En waarom dat ook helemaal niet leuk is. En dat zij Joods is, daar moeten mensen echt hun bek over houden. Het is gewoon niet leuk om te zeuren tegen Joden. Dit is een hele mooie. Jezus en de samenswering nummer 9. Dat is dus nummer 9 van 9. En dit is geschiedenisles. Dan leer je waarom we in die zooi zitten.
Zoals ze zeggen, degene die de geschiedenis niet leert, is gedoemd hem te herhalen. En degene die wel weet van de geschiedenis, mag tanden knarsend toezien hoe de rest van de klojo's de geschiedenis herhaalt. Maar dan weet je in ieder geval dat er weer een Auschwitz aankomt, of een FEMA-kamp, of weet ik wel wat ze gaan doen. Iets van Arbeid mag vrij of zo. Zijn die jongens erg goed in om ons uit te leggen dat we ons helemaal kapot moeten werken vanwege de CO2-belasting. En dan heb je die andere over de MS-17. Dit is echt, dit is een hele mooie. Dit is nummer 7. Dit, die andere, dat is deze. Dit gaat over het CTIVD-toezichtsrapport, waarvan je hier de voorkant ziet. Dit is ook leuk. Dit is een kamerstuk nummer. Nou, als je dat... Nou, dan kan je gewoon echt kapot om lachen. Dat heb ik heel goed gefileerd. Dan heb je hieronder heb je weer een oude met professor Dr. Marco Robinson. Maar dan kan je ook om geinen hoor. Dit gaat er weer door over Jezus en de samenswering. Dit is nummer 9. Even kijken, wat was het nou? Wacht even, die klopt een nummertje niet. Dit had een nummer 10 moeten zijn. Nou, oké, dat vergeef je me wel. Die troonrede is erg heel grappig. We gaan door voor dat kamerstuknummer. Dit is weer dat fijne boek van A.M. de Jong. Echt wel heel grappig hoor. Dit is een hele leuke oefening met Marco, dat hij in beeld is. En dit is een hele grappige met Joep. Dit is een interview bij mij thuis. Ik zit hier in het midden. Ja, daar zit ik. En die rechts zit Joep. En dat is professor Dr. Marco Robinson. En hier hangt de Beringer. Ja. Dat is wel een heel leuk gesprek. Ik heb er een minnetje op gehad, zie ik. Maar oh, wat maakt mij dat uit. Al die zeurneuzen. Op weg naar mijn Magnus Opus. Dit is een hele grappige. Dit is een nieuwe. Die kan je gewoon ook nu nog. Die is wel in... Van augustus dit jaar, dat is niet echt nieuws, maar een hele leuke. Veel humor erin. Nou. Dit gaat nog meer over Jezus en de samenswering. Dit is nu jij die ermee gekapt is. Leuk hoor. Hier zit ik een beetje te zeuren over Micha Kat, maar dat mag. Er zijn wel meer mensen die zeuren over Micha Kat. Dus ik heb ook een beetje meegezeurd. En Micha Kat had beledigend gedaan naar Mira toe. Dat vond ik. Dat is gewoon mijn mening. Ik vond het beledigend. Mira laten we hier buiten, daar gaat het ook om. Dan krijg je hier een hele interessante analyse. En dat is een serie en die heet dus Over het Gelijk van Johan Oldenkamp. En dat is nummer 5. Ze hebben 12 augustus dit jaar gepubliceerd. En Johan Oldenkamp vind ik een merkwaardige prater. Ik snap hem niet helemaal. En ik heb echt een aantal uitzendingen aan hem gewijd. Dit is dus nummer 4, dit is nummer 3. En luister er maar eens naar. Ik kan ook een stukje luisteren. Dit is ook een hele grappige. Dus ik doe ook natuuruitzendingen. En dan ga ik gewoon op mijn balkon zitten. Of ik loop met mijn camera gewoon op straat. En dan kijk of ik vogels kan spotten. En soms lukt het alleen maar om met mensen te spotten. Maar het is allemaal satire. Nou, dat over Johan Oldenkamp niet. Dat bedoel ik echt normaal. Deze vind ik ook erg leuk. Het is ook een natuuruitzending. Maar die heb ik gewoon van internet gescoopt. Dit gaat over de Holocaust. Zo kort mogelijk. En dit is ook wel grappig. Dit zijn moppen. Ja. Luistert ook niet iedereen.
Maar die zijn dan wel lekker allemaal heel erg kort. Zo 3 minuten, 2 minuten. Heb je zo uitgeluisterd. Dit is een vriendin van mij, Claudia Relčić. Dat is een Servische vrouw met een Italiaanse moeder. Leuk om naar te luisteren, want ze kan veel vertellen over wat er gebeurd is in Bosnië en Srebrenica. Deze uitzending is de nummer 37. Dat heb ik op verzoek gedaan. Van iemand die ik dan persoonlijk ken. En die dat aan mij vroeg van zou je het een keer willen hebben over transgenders. En dat heb ik op zijn verzoek gedaan. Er is nog meer. En dan krijg ik nog over Johan Oldekamp. Johan Oldekamp. Dit moet ook wel grappig zijn, denk ik. Hoor. Robert van der Luitgaarde, dat is iemand die is misbruikt geweest als kind. Seksueel misbruikt. Ook. Ook seksueel misbruikt. Verwaarloosd en misbruikt. Heb ik een hele... Ik heb ook over hem een essay geschreven. Misschien dat ik dat nog eens voor moet lezen. Bij de volgende uitzending. Dit is CenoPX. Dat gaat over mijn bedrijf. Dat is niet zo interessant. Dat is ook allemaal private. En kan je toch niet bij. Deze is leuk. Hier ben ik volgens mij op mijn best qua humor. Dus nieuwsuitzending 027. En dan gaan we hier richting mijn Magnus Opus. Mijn grootste werk, hè? En het gaat over Marianne Vaatstra. Dat is een bagger, jongen. Oh, daar heb ik zelfs nog een includes copyrighted content op gekregen. How the F. Dat kan toch helemaal niet? Is dat stuk van Ali Haak? Even controleren hoor. Ik heb toch al... Oké. Wacht eventjes. Ja, nee. Oh, ik zit er een beetje te freewheelen. Oh, dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Ja dan krijg je dat. Ja, ja, is mooi afgelopen. Ja, jammer. Niet zo erg hoor. Je kan er gewoon bekijken. Ik mag er geen reclame op maken. That's it. Dat doe ik ook helemaal niet. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik word nog liever een iemand die werkt. Op zich hou ik niet zo van werken, maar aan de andere kant liever dat nog dan gratis geld. Dat gaat me echt te ver. Nou, nieuws 025, niet helemaal grappig, maar wel geüpload. Ik ga er maar vanuit dat die ook heel erg leuk is. Dit is weer vieze leugenarij van de commissie Deetman. Ik zal een beetje inzoomeren. Dit is echt heel slecht taalgebruik, wat je hier ziet. Dat leg ik goed uit. Heb ik hier geschiedenisles? Nou, dat zal ook wel interessant zijn, denk ik. Niet veel gekeken. En dit gaat dan over mislukkingen met professor Dr. Marco Robinson. Ja, daar moet je maar zin in hebben. Misschien dat je van tevoren een LSD-pilletje moet nemen om het te begrijpen wat de humor is. Maar het is interessant om misschien 10 seconden te luisteren of 30 seconden. Dan gaan we hier lekker door over Marianne Vaatstra. 33 views en 1 plusje, dat is mooi. Dit is het eerste deel daarvan. Dit is weer een repetitie. En hier race ik een beetje doorheen. Hier zit ik. Ja, hier ben ik weer over de schreef gegaan. Dat heb ik dus iets met André van Duin. André van Duin die heeft gewoon seks buiten het huwelijk. Oh, dit is ook leuk. Apollo. Daar heb ik overheen lopen pissen, jongen.
Oei. En deze is ook leuk, Willem met de ABN AMRO, want dan ben ik mijn bankpas kwijt. Schoon, wat liep dat leuk af. Dit is de botsende ego's. Dat is met professor Dr. Marco Robbersom. Deze dus ook. Dit is privé. Dus dat kan jij niet zien. Deze is heel erg leuk. Die moet je echt kijken. Die duurt maar nog geen 2 minuten. Nou, deze zat weer privé. Dus dat is allemaal prima. Het is allemaal muziekmeuk die je hier nu ziet. Dan heb ik het over Apollo 10, Apollo 11. Uitzending nummer 2. Die zal ook best wel leuk zijn. Die zou ik zelf nog eens terug moeten luisteren. Dit is een optreden in een café hier vlakbij. En dan zie je mijn dochter. Ik moet het even laten zien. Mijn dochter ziet er niet stom uit. Zij zit achter de drums. En ze heeft een t-shirt aan. Hoe heet zo'n t-shirt eigenlijk? Echt zo'n vrouwelijk t-shirt. Ze zit lekker te bangen, jongen. Komt ze zo dadelijk, komt ze in actie. En ze zit al te wiegen. Kan je dat zien? Ze zit al helemaal in de beat, zit ze al. Ja, dan komt ze. Ja, het is leuk om te zien. Ik had er helemaal geen zin in om er naartoe te gaan, want haar biologische moeder, die zou er ook zijn. Kom ze. Ja, daar gaat ze. Ja, het ziet er niet stom uit, hè. Ja, dat kan je dus ook bekijken. Vindt ze zelf helemaal niet leuk. Ze schaamt zich altijd van, ik doe helemaal niet goed. Staat gewoon op internet. Kan er gewoon bij. En dan gaan we nu naar het grote werk. Dit zijn allemaal muziekdingetjes, dus leuk om te kijken. Dit is een hele leuke trouwens. Kan je echt om lachen. Ontzettend stom. Deze, jullie klojo's. Dat is een beetje beledigend. Maar zo is het ook bedoeld. Ik heb hier wel 16 views op gehaald. Maar deze over Sodom en Gomorra en Kant. Die heeft maar 8 views. Is wel interessant hoor. Dit is een leuke ruzie dinges met het Openbaar Ministerie. Over de Freedom of Information Act. Dit is weer een lekkere belediging over jullie klojo's. Die hebben echt massa's te bestuderen. Over de Apollo gaan we even lekker door. Feminisme is ook een hele... 48 views, oké. Een hele goeie. Maar nu is hij er dus. En dat is dan over Marianne Vaatstra. En daarin bespreek ik. Ik zal er eventjes eentje opklikken. Daarin bespreek ik dit. Dit is het requisitoir in de strafzaak tegen de verdachte. En dan gaat het over de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. En de taalgebruik hier, dat is... absoluut onacceptabel. En dat er nog geen enkele journalist is geweest die dit aan de kaak heeft gesteld. Daar hoeven wij als Nederland tezamen met al die goedaardige mokro's en die goedaardige Turken. Daar hoeven wij geen genoegen mee te nemen. Daar gaat dit over. En het is erg goed om dit werk op je in te laten zinken. En het van nummer 1 tot en met nummer 13 uit te luisteren.
Want ook de meest gore shit, die komt aan het einde natuurlijk. Maar als je het kwade niet leert kennen, yo-yo, dan ben je een mooie doelwit, slachtoffer, sukkel, eikel, tuthola. Kies maar. Ons ministerie van Justitie heeft gelogen bij de mond van Henk J. Maus. En die heeft dus ik weet niet hoeveel pagina's bagger geproduceerd. En de familieleden, dus de, van de familie Vaastra, die heeft hij zwaar beledigd. Mag dat? Of is Bagdad de hoofdstad van Irak? Dus het, dat mag dus niet. Ik ga er even terug. Want dit was het laatste ding, denk ik hoor. Even het allerlaatste. Ja, hier gaat Marianne Waastra weer door. Over Jehovah's getuigen is ook wel een leuke. Dat kan ik je ook wel aanraden. Dat wel leuk zijn. En die Marianne Waastra nummer 1 heb ik dus 500 views afgerond. En zou ook nog kunnen dat ze dat afgetopt hebben ofzo. Zou me niets verbazen. Ja, de laatste, dat zijn gewoon aardige filmpjes. Die heb ik heel lang geleden gemaakt. 2008. Toen had ik een kantoor. Bij een man. En die woonde daar in zijn eentje. En die man die had een uitkering. En dat kantoor, dat was niet duur. Maar ik moest wel met die man natuurlijk omgaan. Betaal je daar weer voor. Het was een gezellige tijd. Toen had ik een leuk eigen studiootje. Inmiddels is dat dus allemaal weg en zo. En dat maakt ook geen donder uit. Tegenwoordig doe ik het gewoon thuis. Maar toen zat ik daar. Dat is een lekkere trui die ik had. Maar die is inmiddels versleten. En dat sjaaltje dat is ook helemaal kapot. Dat heb ik toen gekregen van de moeder van mijn dochter. Ja, alles slijt. Oh ja, en dat petje, dat heb ik nog. Dat dan weer wel. Maar dat zonneklepje, dat ben ik dus ook kwijt. Ja, die gitaar heb ik ook nog. Ja, dat is een heel leuk lied, dat hoor. Even de tijd voor nemen met een kopje thee. Dat zijn leuke... Ja, ik heb er erg mijn best op gedaan. En die plank erboven, dat monteren daarvan, dat was een werk, jongen. Om dat er netjes in te krijgen. Ik heb dat heel goed gedaan. Ik heb toen leren boren met 4 mm of zo. Dus dat je eerst met een heel klein gaatje begint. En dan, als je weet dat die goed zit, dan ga je dat gaatje een beetje opruimen. En dan de plug erin. Ja, die plankjes die zaten keigoed. En een of ander lullig lampje staat daar. Dat heb ik gekocht bij de Xenos of zo. Of gekregen van een vrouw. Nou, dit is dus mijn YouTube kanaal. En ik wil dat jullie vooral goed gaan luisteren naar dat wat je echt te verteren vindt. En Marianne Vaastra is echt een van de leukste hoor. Want dat is zo duidelijk. En dat over die MH17, dat is zo duidelijk. Dus ik ben geen samensweringscomplot. Hoe heet het ook alweer? Complotter-samensweerder of zo. Ben ik helemaal niet. Ik sta gewoon stil bij de feiten. Die Apollo-uitzendingen. Je piest in je broek van het lachen hoor. Misschien eerst 3 jenever erin. Zo. Maar je moet even de hang of it. Je moet er even inkomen. Maar die Apollo toestanden. Dat sloeg helemaal nergens op. En dan kan je toch gewoon lekker om geinen. Kom op zeg. Ja, Joodse humor is. Dat je toch lacht. Snap je? Ja, ik kan gewoon lekker lachen. Met
Perry7.nl. Ja, mijn YouTube kanaal kan je zo vinden. Dus als je naar Perry7.nl, ik zal het even voordoen. Hier naartoe gaat. En dan moet je hier klikken. That's it. Zo moeilijk is dat niet. En dan krijg je al die meuk in beelden. Dan kan je gewoon helemaal suf lachen, man. Maak het allemaal uit. Kijk, wat gij niet wil, dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En daar zit een waarheid achter. En zoals de overheid tegen ons zo ongelooflijk stom mag spreken, ja, wat mogen wij dan wel niet? Zoals John Locke zei. John Locke was een Engelse filosoof. En die zei dat er sprake is, of sprake moet zijn, van een sociaal contract. Daar had Confucius het daar, dus jaren daarvoor. Want Confucius, dus heb je het over 600 jaar voor onze jaartelling of zo. Confucius had het er ook over. Confucius regels wilde schrijven waarop de koning gewoon koning zou kunnen blijven. En dan krijg je niet meer van die machtswisselingen en anarchie en moordpartijen. Een koning heeft een rol. En die rol moet hij vervullen. En je moet vertellen tegen de koning welke rol hij te vervullen heeft. Die rol moet hij vervullen. Het volk heeft ook een rol. En het volk moet die rol vervullen. En er moet natuurlijk een mengelmoesprincipe zijn waarin mensen zich mogen ontwikkelen. En niet dat je een heerser hebt die zijn volk aan de bedelstaf brengt. Want dat is dom als heerser. En wij hebben momenteel zo een heerser. Die maakt ons arm. Die is bang voor ons. En terecht. Want zij hebben stout gedaan. En dat geeft dus een spanning hier in Nederland. En dan gaan ze op de openbare, de NPO, de Nederlandse propagandaorganisatie, zeggen ze dan. Dan gaan ze moord en brand lopen krijzen over fake news. Vaccinaties zijn gezonder dan je denkt. Maar zij hebben stout gedaan. En vandaar dat probleem. Anders was er geen probleem geweest. Want wij vinden het helemaal niet erg dat onze mannen, onze vaders, onze broers elke ochtend om 7:30 of 6:30 de deur uitgaan. Oprotten met die kerels! En dan een uurtje of 5, dan komen ze weer thuis met hun stinkende sokken. En dan heb jij gewoon een koud biertje klaarstaan. En de gehaktballen die liggen in de pan. Tenzij je veganistisch bent, dan heb je er iets anders in de pan. Kaassoufflé. Zou kunnen. Maar zo dienen wij als mensen met elkaar om te gaan. En wij moeten die mannen gewoon laten werken. En die mannen willen alleen maar werken als ze het idee hebben dat ze een kans hebben om een beetje rijk te worden. Nou, dat zit er niet in. Iedere man weet dat er hoeft maar dit te gebeuren en hij is zijn baan kwijt. En als hij zijn baan kwijt is, dan raakt hij vervolgens ook zijn vrouw kwijt. En daarmee ook zijn kinderen kwijt.
En dan zit hij dus echt. Ik ken zoveel van die verhalen van die mannen die heel hoopvol begonnen zijn. En iedere ochtend om 6 uur opstonden. En dan tanden poetsen en dan hop de deur uit. En daarna een jaartje of 15, of eerder nog. Pats! Alles weg. Ik heb het gezien in de ICT-industrie. Dat mensen die het gewoon hartstikke goed bedoelden, hartstikke lekker bezig waren, ja, die zijn gewoon door Microsoft weggevaagd. Of door een andere. En dan ook nog gewoon door concurrenten die aantoonbaar een minder gekwalificeerd, minder kwalitatief product hadden. Maar er zat gewoon een soort hefboomwerking achter. Want we douwen gewoon lekker door. En zo raken die mannen gedesillusioneerd. Natuurlijk. En vervolgens raken die vrouwen gedesillusioneerd. En die zeggen van, ik neem mijn kinderen mee. Want mijn man die kon geen kaas meer mee naar huis brengen. Geen cash. En dat is het hele spel wat ze spelen. Het is een desillusiespel. En wij moeten ons niet gek laten maken. Wij moeten ze uitlachen. En meer niet. Dat is alles wat je hoeft te doen. En om je naast te geven natuurlijk. Heb uw naaste lief. En heb uw vijand lief. Want die arme Hillary Clinton, die kan er ook niks aan doen. Dat is ook maar een tuthola. Wat moet zij eraan veranderen? Ze heeft al die gezondheidsproblemen. En zo moeten wij naar onze vijand kijken. En naar onze naaste kijken. En onze vijand, ja, die is naast. De vijand is dichtbij. Helaas. En we hebben het er maar mee te doen. Nou, dank jullie wel. Ik heb dit niet al te laat gemaakt. Voor het uitluisteren van de nieuwsuitzending nummer 124. En op zijn Hamburgs, auf Deutsch, sag ich tschüss. Dag lieverds.